De doodstraf is sinds gisteren officieel geschrapt uit het wetboek van militair strafrecht. De Nationale Assemblée stemde met algemene 37 stemmen voor deze wetswijziging. Minister Krishna Kumari Mathura van Defensie zei dat met het ratificeren van het verdrag in zaken burger- en politieke rechten, het BUPO-verdrag, het meer dan nodig is dat de doodstraf moest worden verwijderd uit het militair strafrecht. Zodat we inderdaad een stap zetten naar complyen, naar datgene wat we internationaal hebben afgesproken, dat we dat inderdaad implementeren en dat we het imago van Suriname in dat opzicht, in internationaal opzicht, inderdaad opkrikken en versterken. We willen zeker niet als land te boek staan als een land die mensenrechten schendt en dat we nalatig zijn en dat we niet onverantwoordelijk zijn en dat we acties niet ondernemen. Dus dat ben ik heel blij om. En als deze wet is goedgekeurd in uw parlement, dan zullen wij inderdaad na de afkondiging inderdaad schriftelijk rapporteren. En de minister van Justitie en Politie zal verder de stappen nemen om het VN te rapporteren. Zowel de minister als diverse leden van het parlement hebben aangegeven dat de doodstraf in strijd is met de mensenrechten en niet thuishoorde in de wetgeving. Het schrappen van deze straf betekent voor Suriname verdere versterking van de democratie. De laatste doodstraf in Suriname werd in 1921 uitgevoerd.